best. Som. Nienen. Geld erop dat dit jaar met Eindhoven overeenstemming bereikte over de nieuwe gemeentegrens. Heze. Valkenswaard. Aalst. Welre. Het nieuwe natuurkundig laboratorium van Philips daar. Veldhoven. Ten slotte Eindhoven zelf. Burgemeester Witte dankte met de wens dat wat u gestimuleerd hebt en dat wij tot stand gebracht hebben, dat dat ook inderdaad zal zijn tot nut en tot geluk van onze bevolking. De schijnglomeratie Eindhoven werd op 22 augustus voor alle hierbij betrokken gemeenteraden en vele andere belangstellenden toegelicht. Onder andere door schepen Dr. Anders van der Kruis, die duidelijk maakte dat in korte tijd veel en uitermate belangrijk werk was verzet. Het dagelijks bestuur bracht een bezoek aan een recreatieoord, het Diepmeerven. Heze in Valkenswaard, de burgemeesters van Son, Veldhoven, Heze en Geldrop, West, Oorschot, Aalst-Welre en Valkenswaard. De gemeente zo'n strak tijdschema gebonden, was het bezoek dat de agglomeratieraad op 11 september aan de stad en het nieuwe stadhuis bracht. De leden van deze raad lieten zich uitvoerig voorlichten over de vorderingen van het stadhuis in aanbouw. Vanaf het dak zagen zij een prachtig stadspanorama. De hier opgestelde maquette van het plan voor de binnenstad maakte een vergelijking mogelijk van de huidige situatie met de stedenbouwkundige visie van de architecten van de Broek en Bakema. De realisatie van een grootsteeds en levendig centrum.
Burgemeester van Acht was 3 oktober op zijn beurt getuige van de installatie van een collega, namelijk meester G. van de Ven, die op die datum burgemeester van Veldhoven werd. Hier droeg loco-burgemeester Smits de uiterlijke tekenen van de waardigheid over. Van ongeveer 13 kilometer van Veldhoven tot Heze op 22 november werd opengesteld. Kosten 10 miljoen. Oberhausen is nog onbereikbaar. De weg eindigt voorlopig in Heze. Van het oude Veldhoven ligt er nog steeds een lintbebouwing van oude boerderijen die moeten wijken voor het opdringende woongebied. Boerderijen die langzaam maar zeker hun land kwijtraakten en onthoofd werden, zoals dat in agrarische kringen heet. In dit Veldhoven vond een unieke vrijwillige ruilverkaveling plaats. Wethouder Smits is de motor van dit project. In 1951 had de gemeente Veldhoven 10.000 inwoners. In 1960 was het al gestegen tot 20.000. U voelt wel, dit bracht geweldige problemen met zich mee. Vooral voor de agrarische bedrijven die van hun gronden bij de bedrijfsgebouwen ontroofd werden. 3 vrijwillige ruilverkavelingen trachten om hier verbetering in te brengen. Vorige week donderdag is deze vrijwillige ruilverkaveling officieel opgeleverd. Het resultaat is geweest dat uit de bebouwde kom alle bedrijfsgebouwen zijn verdwenen en overgeplaatst naar een zuidelijk gebied. Het agrarisch resultaat van deze ruilverkaveling is bovendien geweest dat van de 450 percelen er nog 100 zijn overgebleven nu en verdeeld over 47 bedrijven. Uit deze verkaveling is vrijgekomen voor woningbouw een ruimte voor 1500 woningen in het uitbreidingsplan Zonderwijk, wat op het ogenblik al in een verder gevorderd stadium van uitvoering is. Alleen de voorzieningen in deze wijk, dat zijn nog noodvoorzieningen. Er is namelijk voor de kerk in gebruik een bestaande oudere boerderij. Ook voor het trefcentrum, een vergaderruimte voor deze parochie, zal gebruik gemaakt gaan worden van een oude bestaande boerderij. Ook is de grond vrijgekomen voor een industrieterrein, voor middelgrote en klein industrie. Op recreatiegebied hebben we hier het zwembad, het Witven, waar in 1964 is geopend een groot zwembad, waar een restaurant in staat. We hebben daar een beetje het golfbaan, een visvijver, grote lichtweide, een wandelbos. En voor eventuele uitbreiding is hier door de ruilverkaveling een 7 hectare nog aan toegevoegd. Recreatie is een belangrijk onderdeel van deze vrijwillige ruilverkaveling. Met de nadruk op vrijwillig, want de boerenstand in Veldhoven heeft samen met de gemeente gronden vrijgemaakt voor de 50.000 mensen die hier rond 1980 worden verwacht. Voorlopig is het langs de visvijver in het door de gemeente geëxploiteerde recreatiegebied het Witven nog rustig. Maar door regelmatig jonge vis uit te zetten belooft dit gebied een paradijs voor de hengelaars te worden. Ook betekent het einde van de vele boerderijen en daglonershuisjes in de lintbebouwing. Langzaam maar zeker zullen ze uit dit gebied verdwijnen, want ze zijn over het algemeen alleen maar oud en van weinig historische betekenis.
Van buren die soms enkele centimeters van elkaar woonden, zijn de boeren nu heer en meester geworden van spiksplinternieuwe boerderijen die midden in een groot weide- of landbouwgebied liggen. De ruilverkaveling in Veldhoven is een voorbeeld voor het gehele land. Over het algemeen is een ruilverkaveling een agrarische aangelegenheid. In Veldhoven is het planologische aspect een integrerend deel van de verkaveling geweest. Dat dit op vrijwillige basis mogelijk was, pleit voor de boeren. Hoe lang was het hier? Ruim een jaar. En hoe bevalt het nou? Prima. Ik heb nog vrije tijd over om iets te knutselwerken of wat komt om te buurten. De eerste burger voor het in zijn gemeente in aanbouw zijnde gemeenschapshuis De Schalm, waaraan hij samen met gemeentesecretaris Van der Laar enkele werkbezoeken bracht. De zaal in aanbouw. En de zaal na de officiële opening op 18 december. Internationaal Humor Festival, waarin opgenomen de Cartoonale 1967, een wedstrijd voor cartoontekenaars. In een tot theater omgooien foyer in dit theater is ingericht als expositieruimte voor deze unieke verzameling cartoons, waar de directeur van De Schalm beslag op wist te leggen. Om te winnen in Heisduinbergen. Nou, je krijgt wel publiciteit, of vrij veel publiciteit zelfs. En waarschijnlijk meer opdrachten en zo. En ja, het is natuurlijk prettig om te winnen. En het is waarom, een wedstrijd, hè? En waarom heeft u nu hier eigenlijk geprobeerd om... Maar het is vooral de spot die de cartoonisten zoeken. Spot die zij vastleggen in toen over ruimtevaart gemaakt. De tekeningen in Veldhoven laten zien dat de cartoonist het grootst is in zijn zaal. Veldhoven, dokter G. Elsen, in zijn gemeente aan. In de Schouwburg De Schalm had de feestelijke raadszitting plaats. Lokaal burgemeester Smits hing de nieuwe eerste burger de ambtsketen om.